Vitesse trekt deze week de regio in. Vandaag, vrijdag 26 juli, vertrok de Vitesse-caravaan naar Apeldoorn. In het stadion van convenantenclub AGOVV werd door enkele Vitesse-jeugdtrainers een kliniek gegeven aan zo'n 140 jeugdige supportertjes. Vitesse blijkt de hele week al populair op alle bestemmingen waar we komen. Ook vandaag in Apeldoorn was het niet anders. Er kwamen de supportertjes niet alleen uit Apeldoorn. Barendrecht. En je bent Vitesse supporter? Ja. Omdat ik een seizoenkaart heb en omdat mijn vader hier werkt, dichtbij. Gaan jullie vaak naar het stadion? Ja, en ik heb een seizoenkaart. En jij? Ik ga ook vaak, maar ik heb geen seizoenkaart. Hey, en ben je al supporter van Vitesse ook? Ja. Hoe lang al? Misschien 1 jaartje. Je hebt ook een hartstikke mooi Vitesse shirt aan. Betekent dat ook dat jij al een enorme fan bent? Ja. Hoe lang ben je al supporter? Sinds 2005. We stuurden vandaag ook nog een scout naar Apeldoorn en dat was maar goed ook, want er waren veel goede voetballetjes. Al had ieder kind wel zo zijn eigen reden om naar de kliniek te komen. Ik kon een hele leuke dag hebben. Ik kon trainen met Vitesse en een hele leuke dag maken. Gestout worden, dus ik probeerde een leuke dag ervan te maken. En jij? Oh, gewoon een leuke dag, maak er een leuke dag van. En wie is jouw favoriete speler? Boni. Jammer hè, dat hij weg is. Ja. En nu dat hij weg is, kies ik Theo Jansen. Dankjewel. Doei. Alle deelnemertjes kregen vanmiddag een diploma als bewijs dat ze vandaag hadden meegedaan. Toen de eerste lichting kinderen de diploma's in ontvangst hadden genomen, kon de tweede lichting aan de kliniek beginnen. Maar niet voordat de Vitesse-vlag in Apeldoorn was geplant.